Eergisteren was er een interessant debat in de Tweede Kamer. Ogenschijnlijk over de kinderbijslag. Maar eigenlijk ging het over de unieke Nederlandse begrotingssystematiek. Ik zal het woord voor de kijkers thuis nog even herhalen. Begrotingssystematiek. Omdat het UWV inderdaad achterstallig onderhoud had, besloot het kabinet om nu wel in het UWV te investeren. Mooi, zou je zeggen. Waar het niet dat die investering werd bekostigd door exact datzelfde bedrag weg te halen bij de kinderbijslag. Jullie moeten terugkijken dat debat van twee dagen geleden. De oppositie was ongekend woest. Maar ook, heel interessant, coalitiekamerleden wisten zich eigenlijk geen raad en konden dit niet echt goed uitleggen. Nou, is het nou zo dat Rutte of topambtenaren bij Financiën gaan denken, even in hun handen wrijvend, en nu gaan we eens even arme, alleenstaande moeders aanpakken in de kinderbijslag? Is het een samenzwering? Is het een bewuste? Is het een bewuste klasseoorlog? Nee. Helaas was het maar zo, want dan was het vrij duidelijk. Het is in mijn optiek zelfs nog erger. Weten jullie hoe het werkt in Nederland? Vanaf de jaren 80 is er besloten dat politiek eigenlijk niet meer over politiek moet gaan. Een hoger doel, visie of ideologie is letterlijk een vies woord. Nee, politiek moet voortaan gaan over het, ja, eigenlijk het technisch managen van beleidsvraagstukken. Dat betekent ook dat de overheidsfinanciën houdbaar moeten zijn. Dat zijn de officiële woorden, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Ik heb die woorden zo vaak voorbij zien komen. Ik zat ineens zo lang als jij, Sadet. Dat is niet te doen. Vanuit die bril is die eigenlijk unieke Nederlandse begrotingssystematiek ontstaan. Voor de mensen thuis even heel kort door de bocht samengevat. Even kort door de bocht. Wat zegt die Nederlandse begrotingssystematiek? Je mag nergens in investeren zonder exact datzelfde bedrag ergens anders weg te halen. Sterker nog, eigenlijk moet je datzelfde bedrag weghalen binnen hetzelfde beleidsterrein. Wim Kok was de eerste premier die aan zijn ambtenaren vroeg: Oké, maak eens een tabel van alle mogelijke beleidsterreinen waar we op kunnen bezuinigen. Alle. Dat lekte toen in 1996 naar de media. Want op dat tabel van alle mogelijke bezuinigingen stonden ook bijvoorbeeld voorzieningen voor arme mensen, mensen met een laag inkomen, chronisch zieken, gehandicapten. En dat kwam wat ophef, ook vanuit de vakbonden. Hoe reageerde Kok in de media? Hij zei: Hey jongens, even rustig aan, geen zorgen. Dit is gewoon een neutraal technisch tabel van alle mogelijke plekken waar je op zou kunnen bezuinigen. Maar dat betekent niet dat we ook op die terreinen gaan bezuinigen. Het is heel neutraal. Het was nota bene Alexander Rinooy-Kan, destijds voorzitter van de VNO, die in de media zei: Klets nou niet zo uit je nek, Wim Kok. Ik vat het even mijn woorden samen. Wees eerlijk tegen de burger, anders gaan ze straks teleurgesteld worden in jou en in de PvdA. Maar goed, sinds Wim Kok is dat dus ongeveer, heel kort door de bocht, hoe de begrotingssystematiek werkt in Nederland. Julia Wouters, onze hoofdgast niet onbekend, heeft me wel eens uitgelegd hoe dat in de praktijk gaat. Nou, er moet een x-bedrag bezuinigd worden. Vervolgens gaan bijvoorbeeld fractievoorzitters van partijen die gaan regeren met z'n allen naar dat enorme neutrale technische tabel kijken van alle knoppen waar je op zou kunnen bezuinigen. En wat gebeurt er vervolgens als dat alleen maar mannen zijn? Dan zeggen ze: Oh, haal maar die pil weg uit de basiszorg. Die pil mag wel weg uit de basiszorg. Is dat omdat ze vrouwen haten? Nee. Maar omdat ze geen enkel benul hebben van wat voor desastreuze gevolgen dat heeft voor vrouwen. Met name vrouwen met een lager inkomen. Zo ging het deze week dus ook met de kinderbijslag. Een groepje theoretisch opgeleide mannen die niet weten wat armoede is, hebben eventjes de kinderbijslag aangetikt zodat ze konden investeren in het UWV. Nou, dat mogen zo zijn, maar waarom veranderen we die rare Nederlandse begrotingssystematiek dan niet? Nu kom ik toch op een punt, ook eerlijk gezegd een beetje een persoonlijke frustratie van mij. De vraag stellen waarom je überhaupt ergens exact datzelfde bedrag moeten weghalen om ergens in te kunnen investeren, is in Nederland vloeken in de kerk. Laat staan
opperen dat het misschien geen slecht idee is om het begrotingstekort iets te laten oplopen, zodat je echt structureel kan investeren in koopkracht, armoedebestrijding, sociaal vangnetzorg. Als je dat zegt, ben je helemaal een ketter. Grote verhalen, idealen, visie, vergezichten, bezieling, een hoger doel zijn op deze manier ook eigenlijk helemaal uit de Nederlandse democratie gesneden. Want dat kan allemaal niet. Want ja, begrotingssystematiek. Dat is ook trouwens wat Rutte ook terecht tussen aanhalingstekens zegt als mensen van hem vragen om visie te tonen. Begrotingssystematiek. Goed, waar staan we nu? Na ongeveer 30 jaar eigenlijk politiekloze politiek van de begrotingssystematiek. Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek weten we, ook onlangs die laatste Ipsos-peiling, dat aan de onderkant in Nederland dat ongeveer tussen de 15% en 20% van de bevolking verloren is. Dat zijn de spreekwoordelijke deplorabele. Mensen die meestal bijvoorbeeld in een flexibele schil zitten. Onzeker, onderbetaald werk. Mensen die, ook al werken ze hard, niet meer rond kunnen komen zonder schulden te maken. De postbezorger die geen loon krijgt, maar 60 cent per bezorgd pakket. Stukloon, zoals in de 19e eeuw. De alleenstaande moeder die in de raderen van het systeem vermalen raakt. De stratenmaker, zoals bijvoorbeeld mijn jeugdvriend uit Rotterdam-Zuid, die ik 2 jaar geleden weer tegenkwam. En die geen kiezen meer heeft, omdat hij de aanvullende tandenzorg niet kan betalen en het eigen risico niet meer kan betalen. Die mensen zijn volgens de recente Ipsos-peiling in rap tempo aan het radicaliseren. Want ze hebben een antwoord nodig op de vraag waarom ze aan het kortste eind trekken terwijl ze niks verkeerd doen. Dat antwoord krijgen ze van mensen zoals Willem Engel, Thierry Baudet. Een compleet fout antwoord, maar wel een duidelijk antwoord. Een helder antwoord, een antwoord met bezieling, met zelfs spiritualiteit. Ik denk dat het echt wordt onderschat hoe behendig Baudet bezig is met het kanaliseren van terecht ressentiment in de samenleving naar zijn eigen politieke agenda. Nou, dat was de onderkant. Volgens diezelfde onderzoeken weten we dat in het midden ongeveer 40% van de bevolking staat. Van MKB'ers tot verplegers, tot agenten, tot systeembeheerders. Dat zijn meestal praktisch opgeleide mensen die echt de ruggengraat vormen van de samenleving. Die middengroep, die cruciale middengroep, staat echt op het randje op dit moment. Als je vroeger, toen Nederland een echte sociale verzorgingsstaat was, in die middengroep zat, had je vanzelfsprekend hoop en vertrouwen dat je kinderen het beter zouden krijgen dan jezelf. Die hoop is verdwenen. Het is cruciaal nu om die middengroep er binnenboord te houden. We hebben niet veel tijd meer. Als die middengroep de komende jaren niet bediend wordt met een radicaal ander sociaal beleid, zullen zij ook als rijp fruit vallen in de schoot van Baudet. Of het nou deze Baudet is of een volgende. Dank u wel. Sini. Ja, Sini, heel dank voor de column. Ook natuurlijk oud-Kamerlid, dus we praten hier nog even het laatste stukje nog even door over die dynamiek. En ook wel misschien dat vergezicht, dat vertrouwen in overheid, politiek en samenleving. Je hebt gelijk natuurlijk, dus het gaat verder eigenlijk, hè, dat is in feite wat je zegt. Hè. Er is een gedeelte van 15% à 20% mensen die helemaal in paniek zijn. Die rijp zijn voor Willem Engel kennelijk. En daar lijkt het op het moment overigens ook op. Hè. Dus dat dus vertrouwen in overheid en politiek. Nog even terug naar, misschien eerst eens even naar het aan het begin van het gesprek. Jeroen Dijsselbloem zei hij, ja, ik ben nou wel benieuwd hoe dat gaat met deze formatie. Hè. Die hoekpunten van de systematiek, die zijn weg. Hè. Want het lijkt eigenlijk alsof er geen enkele grens meer is aan een begrotingssystematiek. Geen begrotingssystematiek, ja, meer is. En dus of die er niet meer is. Dus of de zalmnorm die van lang geleden was, maar ook inkomsten- en uitkomstensystematiek. Het hoeft allemaal niet meer. Want toen zei ik, nou, ik zei het met enig ironie misschien, maar het paradijs. Hè? Tuurlijk. Hoe luister je naar, zeg maar, is het inderdaad zo dat een groot probleem, een groot gedeelte van de problematiek waar we nu in zijn, komt misschien door de politiekloze politiek, zei je letterlijk. Maar
Kijk, een begroting heeft altijd een systematiek. Dus ja, je kunt wel zeggen dat begrotingssystematiek, dat word je mee doodgegooid. Maar dan zou ik zeggen, dan politiek is altijd de ruimte die er is, bezetten en vervolgens groter maken. Dus zelfs als je de oude begrotingssystematiek van Gerrit Salom zou handhaven, die overigens al lang niet meer wordt gehandhaafd, maar stel dat je dat weer zou doen, dan kun je nog steeds het belastingstelsel totaal hervormen en veel progressiever maken. Dan kun je nog steeds het immense wantrouwen in het toeslagenstelsel eruit halen. Dan kun je nog steeds besluiten, weet je, we gaan de huurprijs in de sociale woningbouw weer gewoon fors verlagen, zodat veel minder mensen hun hand hoeven op te houden. Snap je? Dus er zijn grote politieke keuzes te maken. Dat heeft allemaal niets te maken met begrotingssystematiek. Begrotingssystematiek zijn gewoon spelregels die je met elkaar afspreekt. Als je dat niet doet... Nee, dan laat ik me even nader verklaren. Ik heb niet gezegd dat er helemaal geen begrotingssystematiek moet zijn. Maar ik vind wel de huidige begrotingssystematiek, die eigenlijk op is gebouwd sinds de jaren 80, dat die echt problematisch is. Ik bedoel, we hadden ook een begrotingssystematiek van 1957 tot ongeveer 1980, die heel Keynesiaans was. Ik zeg niet dat er geen begrotingssystematiek is. Dan heb je geen staat of overheid meer. Ja. Nou ja, kijk, ik weet niet of die begrotingssystematiek toen in de tijd van Zijlstra Keynesiaans was. Ik denk dat Zijlstra dat zou ontkennen. Die probeerde namelijk ook de begroting op orde te krijgen. Alleen tot ver in de jaren 80 lukte dat heel lang niet. Dus ik denk dat in Nederland altijd wel de neiging is geweest om in ieder geval voor de wat langere termijn de begroting op orde te houden. Wat betekent dat? Dat je in ieder geval je staatsschuld niet uit de hand laat lopen. En vervolgens kun je er nog een enorm politiek debat over voeren. En ik neem aan dat dat nu ook gebeurt tijdens de formatie. Hoe groot mag het tekort eigenlijk zijn? Hoe groot mag de schuld oplopen? Dat laatste was ironisch, toch? Ik neem aan dat er ook nu is tijdens de formatie. Nee, dat lijkt mij wel, omdat dat heel erg bepaalt. Kijk, als je nu met elkaar zou zeggen... Als jij erbij zat, zou je het doen. Dat is eigenlijk wat je zegt, maar ik heb niet het idee dat dat gebeurt, toch, op dit moment? Ja, dat weet ik echt niet, maar dat lijkt me bijna onvermijdelijk. De grote keuze is, de staatsschuld is in Nederland nog steeds laag. Stel nou eens dat we tegen elkaar zeggen, en de Brusselse regels gelden niet. Die gelden op het moment ook niet. Want die knop staat uit, geloof ik. Dus stel dat we tegen elkaar zeggen, nou, wij gaan in de komende jaren de staatsschuld laten oplopen naar, van, we zitten nu onder de 60%, naar 80%. Dat kan Nederland makkelijk betalen. Nederland wordt heel erg vertrouwd door de internationale financiële markten. Dus wij kunnen dat ook financieren. En dat kunnen we ook echt wel betalen. Rente bestaat bijna niet. Dat, als je dat zegt, dat kun je eenmalig doen. Dan weet je dat je dus de komende jaren heel veel investeringsruimte hebt. Wel eenmalig, dus je moet het goed investeren. In onderwijs, in innovatie. Dus je moet over dit soort dingen het toch wel hebben. Dus dat zijn die hoekpunten die ik bedoel van het financiële speelveld. Ik kan me niet voorstellen dat je een regeerakkoord sluit zonder dat je het daar met elkaar over hebt. Nee, maar... Ja, maar daarbinnen zijn nog enorme politieke keuzes te maken. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste. Ik denk, om kort op die hoekpunten en jouw column terug te komen. Ik denk dat het wel degelijk heel vaak, maar dat is inderdaad politiek zoals jij noemt. Die normen zijn gebruikt om bezuinigingen door te drukken en of hervormingen tegen te houden. En ik kan me nog herinneren dat de EU-normen, hè, want aan die begrotingsregels moeten we ook nog voldoen. Vanuit politiek perspectief wilden wij dat los kunnen laten. Nou, daar viel het hele land over. Maar wat nog veel problematischer is, wat hieronder ligt, zijn de modellen van het CPB. Dat is namelijk, die worden namelijk verwerkt om tot de normen en de bedragen te komen van hoe iets kost. Het Centraal Planbureau. Ja, daar staat bijvoorbeeld niet in wat het maatschappelijk rendement is van onderwijs. Of via die modellen kom je uit op gigantische kosten en of werkloosheidseffecten wanneer je de AOW-leeftijd... Mirjam van Praag eerder zei, wat je meet, daar ga je naar gedragen. En dat heeft wel degelijk, en dan kom ik weer terug op die ideologische koers, het neoliberalisme, dat is wel degelijk onderdeel van die ideologie. En van daaruit wordt het hele overheidsapparaat ingericht. Daar committeren partijen zich aan. Ik zou graag willen dat dat verandert, dat we dat met z'n allen veranderen. En op basis daarvan wordt het overheidsapparaat, dat is vanuit het nieuw public management, ook heel technocratisch ingericht. Ja. En dat kan botsen, althans dat kan maatschappelijke oplossingen voor grote vraagstukken belemmeren.
En natuurlijk is dat afhankelijk van waar je politiek staat. En willen we echt vernieuwen, en ik denk dat dat nodig is, en op een andere manier kijken naar de samenleving, de mens eigenlijk centraal stellen, dat wantrouwen vervangen door vertrouwen, dan moet je toe naar een relationeel model, wat ook meegewogen wordt uiteindelijk in de begroting en de begrotingssystematiek. Dus en de hele sturingsfilosofie van de overheid. Dus niet. Dit zeg ik ook even als bestuurskundige. Dus niet nieuw leiderschap, maar een nieuwe systematiek. Nou ja, dat is in mijn ogen, zou dat ook onderdeel van. Weet je, kijk, nieuw leiderschap, dat was natuurlijk een verkiezingsstunt. Hè? Met alle respect. Met alle respect. Maar we hadden net een kabinet dat was afgetreden vanwege dat hele grote schandaal. Er liggen zulke grote vraagstukken. En die verkiezingscampagne die is heel weinig inhoudelijk over dat soort grote vraagstukken gegaan. Of het klimaatprobleem. Dat ging inderdaad heel veel over nieuw leiderschap. Dat mag, maar nieuw leiderschap moet je vervolgens wel tonen. Ik zie je wel nogal sceptisch luisteren, geloof ik tenminste, interpreteer ik, naar loslaten van zoiets als centraal. Nou, misschien eerst even het nieuw leiderschap. Misschien ben ik naïef, maar ik heb dat toch als een serieus idee opgevat van Sigrid Kaag. En volgens mij is het ook echt nodig. Alleen, vervolgens moet je ook een debat met elkaar voeren. Wat is het eigenlijk? Dat zou wat meer invulling kunnen hebben. Maar het gevoel dat alleen al in de relatie tussen regering en Kamer, we hadden het er net over, zeker, diep wantrouwen is geslopen. Veel ministers worden gewoon niet meer geloofd in de Kamer. Ja. En je ziet dus dat het politieke debat daarmee dus helemaal kapot gaat. Dus daar moet iets gebeuren. Het vertrouwen van de burger. Het vertrouwen van de overheid in burgers. Dus dat vergt wel echt het andere type. Dan ben ik hartstikke met je eens. Oké, dan zijn we het erover eens. Maar zie je dan ook dat wanneer je dat zegt, want ik ken heel veel mensen in mijn omgeving die om die reden dachten van, hé, dat gaat de verandering brengen en maar dat vertrouwen gaven. Zie je dan ook? Maar zie je dan ook dat wanneer je dat dus niet waar maakt, en dat zien we dus de afgelopen maanden gebeuren, en vervolgens weer op de oude manier en met de oude mensen wordt doorgegaan, dat direct weer een enorme deuk geeft in dat vertrouwen. Maar, ja, oké. Okay. Nee, ja. Ik heb nog even hoop. In die end gaat het ook om de daad. Ik heb nog even hoop dat er. Maar goed, we weten het niet. Maar dat dit debat over nieuw leiderschap, nieuwe cultuur in Den Haag ook tot enkele veranderingen gaat leiden. Misschien komt er wel een dun regeerakkoord. Misschien komt er wel een meer een open debat bij de Kamer. Dat is dus een van de grote problemen. Is. Ik haal die hoop uit niet zozeer. En ik ben het met je eens en ik hoop. Waar haal je die hoop, uit? Waar haal je die ik uit? Hoop dat ze dat gaat waarmaken. En iedereen die dat meent te voortstaan. Ik haal die hoop vooral uit wat er ondertussen in de maatschappij ook aan moois gebeurt. Hm. Aan alle nieuwe bewegingen, aan mensen die... Aan de documentaire van Stijn Bouwman. Aan de documentaire, nee, echt serieus. Ja, nee, aan dit soort debatten. Ja, ik ben en ik denk dat we dat samen ook moeten doen. Zie niet, dat niet alleen maar vanuit het... Zie niet wat wil je zeggen? Kijk, als aanvulling hierop. Ik twijfel ook niet aan de oprechtheid van mensen als ze zeggen nieuwe leiderschappen, et cetera. Alleen, zolang we niet bereid zijn om het systeem erachter, achter al die problemen, te veranderen, laat staan te bekritiseren, zoals de begrotingssystematiek, dan gaan we nog verder in die modder zakken. Ik zal één voorbeeld geven. Nederland is ook het enige democratische land met zulke dichtgetimmerde regeerakkoorden. Dat begon ook in de jaren 80. Lubbers was de eerste die daarmee begon. Er werd daarna nog meer dichtgetimmerd. Het regeerakkoord van Lubbers II in 1986... was zo'n unicum dat er zelfs een boekvorm werd uitgegeven, werd een bestseller, weet je wel. Wat betekent het, een dichtgetimmerd regeerakkoord? Nou, gewoon feitelijk zo. Nou, je hebt een kabinet met coalitiepartijen die regeren. Je hebt in een regeerakkoord alle mogelijke dingen tot in detail geregeld. En dan heb je nog een debat in de Tweede Kamer, maar ja, je hebt 76 zetels of meer. Dus dan heb je debatten die soms 12, 13, 14 uur duren. Als oppositie kom je met allemaal plannen, ideeën. Het maakt niks uit. Het maakt hem niks uit. Het is dichtgetimmerd. We hebben 76. Het democratisch proces in de Kamer wordt daarmee kalt gesteld. Huh? Exact, exact. En dan kun je wel praten over nieuw leiderschap, et cetera, et cetera. Maar zolang, hoe zal ik dat zeggen? Zolang de Nederlandse democratie niet in staat is om de democratie ook tot bloei te laten komen in het hart van de democratie, in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat je besluitvorming ook aan de hand van een echt debat doet, dan zijn we straks echt verder van huis. En dat wil ik nog een keer benadrukken. Niet om een doemdenker te zijn, maar feitelijk genomen. Weet u nog in 2014?
Denk eens even terug aan 2014, wat je toen aan het doen was, in de vakantie, whatever. Als iemand in 2014 tegen jullie had gezegd, over een paar jaar zal Engeland uit de EU vertrekken. Over een paar jaar zal de helft van de Amerikanen achter Donald Trump staan. Iedereen had je uitgelachen. Ik had je ook uitgelachen. Geloof me, op al die beleidsterreinen loopt Nederland ernstig uit de pas. Ernstig uit de pas met alle landen, continentaal-Europese landen om ons heen. Wij zijn het volgende land. We gaan een exit krijgen. Het is echt geen grap meer. We hebben nog misschien een paar jaar om het te herstellen. En dus, zij werd anders gaan doen. Dat zeg ik. Dus, precies. Dus we moeten, denk ik, met alle respect ophouden met denken binnen de gewende, vertrouwde kaders. Op alle vlakken. En misschien durven ook daarbuiten te denken. Ondanks de goede intenties.